Alle bruggen over de Suriname, Kopename en Saramaca rivier en het Saramaca kanaal worden tijdens de avondklok door de politie gesloten. De politie is gisteren van start gegaan met deze actie om zodoende de controle op avondklokovertreders op te voeren. Onze nieuwsdienst heeft gisteravond een kijkje genomen bij diverse bruggen over het Saramaca kanaal. Agent Daryl Willems van politiepost Flora, die onze nieuwsdienst te woord stond, geeft aan dat alle bruggen precies om 8 uur 's avonds worden afgesloten. Hij benadrukt dat vanaf dat tijdstip niemand zich zonder een geldige dispensatiebrief op straat mag begeven. We hebben geobserveerd vanaf 7:30. Het was daarna niet meer druk. Toen zijn we om 8 uur begonnen. Want de regel is dat je om 8 uur niet meer op straat moet zijn. Dus voor 8 uur moet je al thuis zijn in principe. Ja. En nu hebben we een aantal mensen staande gehouden. Zeker meer dan 30 mensen zijn staande gehouden en overgebracht naar de politieacademie. In andere gevallen moeten de avondklokovertreders bij de controleposten van de politie bij de diverse bruggen verplicht overnachten tot 5 uur in de ochtend wanneer de avondklok verstrijkt. Alleen personen die over een dispensatiebewijs van het Nationaal COVID Management Team beschikken of zij die behoren tot de zogeheten essentiële diensten worden doorgelaten.